Oké. Voordat ik ga uitleggen hoe u de grafiek kunt gebruiken voor uzelf, ga ik even laten zien wat de grafiek eigenlijk voorstelt. We hebben hier 6 KPI's, 6 waardes met procenten en die staan hier in het grafiekje. Het lijkt net een soort labeltje wat uit het papier getrokken is. Elk labeltje eindigt met een blauwe bol, behalve de laagste waarde is rood en de hoogste is groen. Dan kan ik het grafiekje gemakkelijk wijzigen door een andere kop te geven aan het labeltje. Dat staat hier, de afbeeldingssoort. Als ik nou een andere afbeeldingssoort wil hebben, bijvoorbeeld smileys. In dit geval zie ik een smiley staan op het einde van het labeltje. Hier hebben we niet te maken met de hoogste waarde of de laagste waarde. Hier hebben we te maken met een ondergrens en een bovengrens. Zit de waarde van KPI onder de ondergrens, dan kijkt die negatief. Zit de waarde van de KPI boven de bovengrens, dan kijkt die positief. Dan kijkt die lachend. En anders kijkt die gewoon neutraal. Ik kan ook de labeltjes laten eindigen op gewone vlakken. Dat zijn deze vlakken. Wederom, de negatiefste waarde, de laagste waarde is rood en de hoogste is groen. Ik zie hier ook die ondergrenzen, die bovengrenzen niet meer staan. Dat komt omdat die hier geen rol speelt. Hier gaat het om de hoogste en de laagste waarde. Ik kan ook cirkels nemen, gekleurd. Wederom met de hoogste en de laagste waarde gemarkeerd. Of gewoon mat. In dit geval maken we geen onderscheid wat de hoogste of de laagste waarde is. Nou, die condities kan je instellen en je kan dus instellen wat voor grafiek je hier wil hebben. Nou, we gaan even naar het tabblad afbeeldingen. En wat zie ik hier staan? Ik zie hier staan de symbolen die gebruikt worden in het grafiek. Die symbolen heb ik een naam gegeven. En hierbij geef ik aan of ik ook in het grafiek de percentages wil zien. Nou, dan heb ik alleen bij die smileys nee gezegd. Want als ik die op smiley ga zetten. En ik zou hier middenin de smiley het percentage staan. Dat vond ik niet zo netjes. Dus die kan ik ook verbergen. Hierbij kan ik zeggen welke functie ik wil gebruiken. Dus wil ik de maximale, de normale en de minimale waarde zien? Of wil ik werken met een onder- of een bovengrens? Dus dat zou je nog kunnen veranderen zelf afhankelijk van wat je wilt. Dus wil ik hier nou bijvoorbeeld ook werken met een onder- of een bovengrens? Dan zet ik die even op onder- of bovengrens. Ga ik hier naar de schip toe. En dan zie ik dat ze, als ze onder de ondergrens zitten, dat ze rood worden, zitten ze boven de bovengrens. Dan worden ze groen. Dus je kan die functies kan je zelf ook bepalen. Nou, hieronder staat alleen maar hetgene wat jij hebt geselecteerd. Dat hebben we nodig om het grafiek te kunnen maken. Nou, nu u weet wat het grafiek voorstelt, gaan we kijken hoe u het voor uw eigen kunt overnemen. Dat werkt iets anders als alle andere grafieken die u van Bluepoint gewend bent. Dus even goed opletten. Nou, ik heb een eigen werkmap. Dit is uw eigen werkmap en er staan 6 waarden in met bepaalde percentages. En hier wil ik dat grafiek eigenlijk ook bij hebben. Hoe doet u dat? We gaan naar dat grafiek toe. Ik selecteer de 2 tabbladen, zowel het tabblad Excel als het tabblad afbeeldingen. Ik hou mijn shiftknop ingedrukt en ik klik nu op afbeeldingen. Dan klik ik op mijn rechtse muisknop en dan zeg ik verplaatsen of kopiëren. Bij de map kies ik mijn eigen werkboek, dus uw werkboek. En ik zeg oké. Nou zie ik dat in dit eigen werkboek van mij zijn de 2 tabbladen bijgekomen. Nou, u kunt het nu instellen naar wens. En als u dat gedaan heeft, gaan we dit tabblad afbeeldingen verbergen. Nou, ik wil dat grafiek niet op een apart tabblad. Ik wil het gewoon op mijn eigen tabblad hebben. Nou, dit is het moment waarop ik alles in het kader selecteer, klik op mijn rechtse muisknop, knippen, of anders gezegd Ctrl-X. Ik ga naar mijn tabblad toe en daar selecteer ik de cel waar ik het wil hebben en ik zeg plakken. En voilà, dat is het grafiek. Nou, op dit moment heb ik dit tabblad niet meer nodig, dus die kan ik verwijderen. Hier staan die KPI's nog in. Die wil ik eigenlijk verwijzen naar deze onderwerpen. Dan selecteer ik dit lepeltje. Ik zie hier staan is illegale verwijzing. Dus die verwijs ik even naar waarde 1. Dan ziet u ook dat gelijk de opmaak wordt aangepast. Dat doet Excel. Dat is eigenlijk een nare eigenschap. Dat willen we niet. Dus ik selecteer weer even die KPI 2.
En dan kopieer ik de opmaak en die plak ik even op dit labeltje. Echter staat er nu verkeerd uitgelijnd. Dus moet ik hem heel even terug rechts uitlijnen. En daar hebben we waarde 1. Nou, dat doe ik even voor alle labels. Tja, gebeurt. Nou vind ik het woord waarde 1 en waarde 2 vind ik een beetje te groot voor de labels. Dus daar kan ik ook wel mee doen. Dat kunt u een beetje naar eigen smaak, kunt u dat een beetje indelen. Zo, dat ziet er een stuk netter uit zo. Nou, deze onderwerp heb ik eigenlijk niet meer nodig. Want die verwijs ik naar die andere. Die percentages heb ik wel nodig. Nou, voor de schoonheid zet ik die percentages even naast mijn eigen percentages. En dan moet ik wel even percentages verwijzen naar mijn eigen percentages. Ja, de eerste verwijzing is goed. Dus die kopieer ik even door naar beneden. En voilà, de percentages zijn hetzelfde als hetgene wat hier staat. Deze zet ik ook even in de buurt van mijn waardes. Nou, ik wil die gegevens eigenlijk ook niet zichtbaar hebben. Dus ik selecteer even alle data, alle gegevens die ik onzichtbaar wil maken. En ik klik op een rechtse muisknop. En ik zeg de cel-eigenschappen wil ik aangepast hebben, namelijk 3 keer een puntkomma. Dat is een trucje van Excel om dingen te kunnen verbergen. Het staat er nog wel, maar je ziet het niet meer. Het grafiekje sleep ik even naar de plek waar ik het wil hebben. En voilà, het is klaar. Wil ik je nog wel een klein trucje leren, want misschien dat ik dit grafiekje bijvoorbeeld ook wel in een PowerPoint presentatie wil gebruiken. Maar ja, dit grafiekje werkt alleen in Excel. Kan ik het toch in PowerPoint gebruiken? Ja, maar dan als afbeelding. Dat doe ik door te kopiëren. Ik ga naar mijn PowerPoint presentatie toe. En daar plak ik met Ctrl-V het grafiekje in. Nou, met deze PowerPoint presentatie kan je thuiskomen. Veel plezier ermee.